alles is beeldcultuur op dit moment. Maar nog steeds, door hoe het gemaakt is, creëerde je hersenen een illusie. Ons lage land, kwetsbaar, langgerekt, met water en zand tot in den einde. Vaak ook robuust als een sterk kunstwerk met zijn eigen ritme. En dit is een bijzondere plek, Seinpostduin, waar de schilder Mesdag zijn beroemde rondgang maakte in 1881. Het panorama Mesdag, gemaakt op het moment dat de kust nog natuurlijk wild was, grillig en gevaarlijk. Ik zie heel veel elementen die ik nu nog steeds zie als kustbeheerder. Je ziet, wat ik heel kenmerkend vind, is dat Scheveningen echt als een soort bolwerk nog in zee ligt. Echt als meest zwakke vooruitgeschoven punt in de zeewering. Je ziet ook nog heel goed dat het laagste punt is. En we hebben onlangs de kust versterkt samen met de gemeente Den Haag. Ook een nieuwe boulevard aangelegd. En eigenlijk zie je in die nieuwe boulevard weer heel veel elementen van dit schilderij terugkomen. Dat is mooi om te zien, ja. Er zijn altijd stormen geweest, overstromingen in Scheveningen. Scheveningen is altijd heel kwetsbaar geweest. Ja. Je had volgens mij in 1825 ook een hele grote storm. Er zijn ook allemaal schilderijen van gemaakt en gedenkboeken. En kunstenaars werkten al mee aan die gedenkboeken, omdat ze met de opbrengst daarvan ook de slachtoffers wilden steunen. Dus Mesdag staat daarin wel echt in een traditie. De ingang van de Keizerstraat en ook het Schuitengat, hoe het toen nog heette, waar de boten doorheen werden verplaatst. Daar is het duin het smalst, maar ook het laagst. Dus dat is eigenlijk altijd al het meest kwetsbare punt geweest. En daar was ook altijd de meeste schade en de meeste slachtoffers. En eigenlijk is dat nu nog het meest zwakke punt in de kustverdediging. Wat we niet zien op het panorama zijn de grote veranderingen die plaatsvonden in het begin van de 20e eeuw. Er werd hard gewerkt aan de kustversterking. De Haagse kunstenaar Jan Giese toont ons de werkende mens, de helden van de kust. Die strekdammen, ja, die zijn echt heel belangrijk geweest in de bescherming van ons gebied. Die kust die werd elk jaar smaller en smaller, aangevallen door golven en door storm. En die strekdammen, die hebben geholpen om die kust op orde te houden. Betonnen blokken, 50 centimeter, stenen blokken. Ja, dat moet echt een mega klus geweest zijn om dat met de hand op zijn plek te brengen. Jan Giese, een veelzijdig Haagse kunstenaar die op uiterst krachtige wijze de werkende mens in beeld heeft gebracht. Door middel van schilderijen, etsen en tekeningen. Hij heeft de arbeiders een gezicht gegeven. Als je kijkt naar hoe die ze heeft getekend, dan zie je dat hij juist hun gezichten, die harde lijnen en dat hele dag buiten zijn, dat hij dat zo mooi en interessant vond. En hij heeft ze tegelijkertijd echt een soort karakter mee weten te geven. Het is niet alleen maar een oppervlakkig uiterlijk interesse. Je ziet ook wat voor iemand dit is. Je ziet de hardheid, zie je gewoon terugkomen. Zwaar werk geweest. Zou het nog kunnen zijn dat iemand naar het museum komt en die herkent zijn overgrootvader? Ja, daar hoop ik heel erg op. Dat zou fantastisch zijn natuurlijk, want die tekeningen zijn zo gedetailleerd dat het bijna foto's lijken. En er zijn voornamen bekend, dus ja, het zou natuurlijk fantastisch zijn als iemand hierin zijn overgrootvader herkent en misschien nog wel foto's heeft die we naast het portret kunnen houden. Dat zou heel mooi zijn. Want deze mannen verdienen het wel om erkend te worden voor het werk wat ze hebben gedaan. Werkers aan Scheveningen. En mocht u in één oogopslag een Pieter, Joost, Jan of Leen herkennen, dan hangt een portret van uw eigen DNA in het Panorama Mesdag.